Waar wij hierop proberen te focussen is juist dat mensen zich continu blijven uitdagen en daarmee blijven ontwikkelen. Want ik geloof als je jezelf continu blijft ontwikkelen, dat dat de beste motivatie is om naar je werk te gaan. Ik ben Gert Franke, ik ben medeoprichter van Clever Franke. En we zijn een ontwerpbureau wat zich specialiseert in het visualiseren van data. Wat wij merkten was dat we de concurrentie met de grote bureaus voor de grote klussen eigenlijk niet konden winnen. Om die reden zijn we snel gaan nadenken van hoe kunnen we ons meer onderscheiden. Waarbij we dachten van we moeten ons duidelijk gaan positioneren. En de makkelijkste manier daarvoor is een duidelijk specialisme te kiezen. En dat hebben we gedaan door eigenlijk 3 jaar lang minder dingen te gaan doen waar we niet goed in zijn. En juist de focus op de dingen waar we goed in zijn. En daarin hebben we op een gegeven moment de gok genomen van laten we kiezen voor data. Het visualiseren van data. En daar gewoon vol voor gaan. Dat was dus een risico wat we namen. Maar we waren op dat moment wel het enige ontwerpbureau in Nederland dat voor Google mocht werken. Op een gegeven moment waren we van 2 naar 13 man gegroeid. En op dat moment merkten we ook al van, wacht even, loopt dit allemaal wel zo goed? Want het leek een beetje een losgeslagen bende geworden te zijn. Omdat we eigenlijk te weinig tijd hadden besteed aan het goed inregelen van de juiste processen, projectmanagers enzovoort. En op dat moment stelden we ook wel ter discussie van, zijn wij dan wel de juiste leiders voor zo'n soort team? Op een gegeven moment zijn we juist heel veel aandacht gaan besteden aan die processen en hebben we projectmanagers aangenomen. Dat zorgde er juist ook wel voor dat we wel weer vertrouwen kregen in onszelf als leiders. Wat ik wel merkte was, toen we gingen groeien als bedrijf, is dat je collega's eigenlijk continu een spiegel voor je zijn. Als jij een dag chagrijnig bent, worden zij ook sneller chagrijnig. Dat geeft je alleen de mogelijkheid om ook juist heel veel over jezelf te leren. Vooral ook als je dat bespreekbaar maakt met anderen en als je kijkt van wat kan ik dan aan mijn eigen gedrag doen. Ik zie dat wel als winst. Als ik andere ondernemers nog een tip mag geven, is wel dat ik merkte, vooral toen we begonnen, maar eigenlijk nog steeds wel, dat je af en toe vrij onzeker bent over de beslissingen die je neemt. Waarbij ik denk wel de truc is als ondernemer, is dat je een beslissing neemt en dat je doorgaat, omdat je er daarmee achter kan komen wat het effect is van een bepaalde beslissing. En dat kan je kennis opleveren om uiteindelijk een betere ondernemer te worden.